Vol trots rijdt de 28-jarige Annemiek van Vleuten in haar wereldbekertrui door haar woonplaats Wageningen. Door een overwinning in de Grand Prix Ploué haalde ze de wereldbeker definitief binnen. Super gaaf. Dit jaar was het wel echt een doel om voor de wereldbeker te gaan. En dat dan uiteindelijk ook gewoon lukt, is echt waanzinnig. Van Vleuten won al vroeg in het seizoen de Ronde van Vlaanderen. Toschina heeft geen verhaal meer tegen die eindjump van Annemiek van Vleuten. En de Nederlandse wint tot haar grote vreugde de Ronde van Vlaanderen. Het is echt super om zo het seizoen te beginnen als de tweede wereldbekerwedstrijd. En dan eigenlijk ook nog de mooiste van de hele wereldbekercyclus. En daarmee nam ze ook de leiding in de wereldbeker. Ze is ploeggenote van Marianne Vos en die nam de leiding weer over. Maar in het Zweedse Vargarda won Van Vleuten weer. En zo legde ze de basis voor haar eindzegen. En dat voor iemand die nog maar 5 jaar aan wielrennen doet. Ik ben laat begonnen. Ik heb eerst in Wageningen gestudeerd en voetbal gespeeld. Geblesseerd geraakt aan mijn knie en later begonnen met wielrennen. Maar gewoon heel snel op kunnen pakken. En ik denk dat ik de fysieke aanleg altijd al had gehad. En er zit nog meer in dit seizoen. Over een maand is het wereldkampioenschap in het Deense Kopenhagen. Nou ja, daar hebben we gewoon als team gewoon plannen, denk ik. En het is in ieder geval een parcours ook wat maar goed ligt, waar ik goed uit de voeten kan. Dus we gaan gewoon voor een overwinning om die voor Nederland binnen te halen. Maar het is hoe dan ook een topjaar voor de wielrenster van Nederland bloeit. Die zelf een laatbloeier is.